Dit is Dr. Doug Rafelson in Amerika. Via gebarentaal kan hij communiceren met chimpansees. Good morning, Dr. Rafelson. Good morning. Hij beschouwt de aapjes als zijn bloedeigen kinderen. En dit is Linda Davenport, gespeeld door Linda Gray. Zij bestudeert in de Afrikaanse jungle wilde chimpansees. Then Anderson came up with the idea of injecting chimps with cancer cells. Op een dag krijgt Rafelson te horen dat men zijn dieren wil gebruiken voor medische experimenten. The grant was approved, Rafe. He wants your chimps. In paniek vertrekt hij met zijn dieren naar Miss Davenport in Afrika. En tijdens deze verplichte vakantie beleven de apen de leukste dingen. Ze maken bijvoorbeeld geheel zelfstandig een rondvaart door de Rimboe. Ze brengen ook een beleefdheidsbezoek aan hun wilde soortgenoten. Ze beleven verder een griezelig avontuur met een paar op geld beluste stropers. The Wild and the Free is een film vol apenstreken voor het hele gezin. Een film die u daarom beslist niet mag missen. Chris Jordan, een succesvol wetenschapper, verliest de controle over zijn leven als hij verslaafd raakt aan prostituees. Ook al weet hij dat zijn huwelijk gevaar loopt, Chris kiest bijna dagelijks voor betaalde liefde. I worked for lunch. Uiteindelijk ontstaat er een innige relatie met een van de vrouwen, Elaine. So please, don't be uncomfortable. Not here. That girl's gonna be coming at you singing sad songs, and every dime you give is gonna go straight in that pimp scum's pocket. So you do yourself a favor, lose this address. And hey, you're on file. See you, Romeo. Intussen is een vrouw de wanhoop nabij. I'm scared. I don't want to lose you. De relatie met Elaine brengt Chris zelfs midden in een laffe afpersingszaak. 5000. I'm not going to pay it. I'll go to the cops first. The police don't work with me. I don't know. I don't go to jail. You brought this home to our family. Secrets of a Married Man, een opmerkelijke geschiedenis waarin de ware liefde triomfeert. Robert Kane, in deze film gespeeld door Kirk Douglas, ontwerpt plannen voor de bouw van een kerncentrale in de woestijn. We must solve the energy crisis. And we will solve it by building this thermonuclear plant here in this area over which we're flying now. Van het moment af dat Kane met de uitvoering van zijn plannen begint, gebeuren er vreemde dingen in zijn omgeving die erop gericht lijken te zijn zijn werk te vernietigen. That nightmare of yours was true. I have the proof here. You have generated something that is not human. I read it. Griffith. Hallo? Hallo? Hallo! Ready for take-off? De bron van het kwaad lijkt eerst onvindbaar, maar Robert Kane begint langzaam maar zeker achter de waarheid te komen. Rain of Fire, een spectaculaire belevenis met muziek van Ennio Morricone. Heel vroeger, in een klein Engels dorpje, schoot Bridie White per ongeluk haar vriendje dood. Dat ongeluk is haar de jaren erna door de dorpsbevolking nooit vergeven. Vooral de vader van het jongetje heeft het verlies niet verwerkt. You know what happened with his gun? It's gone.
long time ago. Don't let it be me! You cannot touch me! Bridie ontvlucht het dorp en wordt gered door de zigeunerjongen Roybin. Het is het begin van een tedere romance. Op een dag moet Roybin echter vertrekken. Is dat het einde van hun sprookje? Nee, de liefde is niet voorbij. Want in Sky West and Crooked voert trouw de boventoon. Het is een romantische film van de beroemde regisseur John Mills. Let's get out of here. This man's dangerous. Send me to Washington and the right side will win this civil war. Dit is Gordon Liddy, een van de mannen achter Nixon tijdens de beruchte Watergate-affaire. Het begon allemaal zo. If you were to channel your efforts into making sure that Mr. Nixon receives a plurality in the Mid-Hudson Valley region, I'd see to it that your efforts come to Mr. Mitchell's attention, and after Mr. Nixon takes office, I'd say, Mr. Liddy, that you'd land on both feet. We have a presidential election coming up next year. Had a little taste this past summer of how the other side is going to operate. We're going to have to be able to counter with an absolutely first-class intelligence operation. I'd like to be sure how they feel I can best serve the president. Werkend voor Nixons verkiezingscampagne raakt Liddy betrokken bij het duivelse plan voor de omstreden inbraak in het Watergate-gebouw, het hoofdkwartier van de Democratische Partij. One other thing. Can you get into the Watergate? It's not part of the plan. Well, I don't care about that. Can you do it? It's a high security building, but yeah, I could do it. In de film The Watergate of Gordon Liddy worden de gebeurtenissen getoond rond de man die gezien wordt als een belangrijke sleutelfiguur. 1-2, do you read me? That's an order. Do you read me? They got us. Damn. Een onthullende thriller gebaseerd op de feiten uit het boek dat Gordon Liddy in de gevangenis schreef. Dit is taxichauffeur Joe Norton. Hij is juist bezig een passagier thuis af te leveren. Enkele minuten later zit het klusje erop en keert Joe terug naar zijn trouwe taxi op weg naar weer een nieuwe klant. Of all the rotten luck, anyone else but a nun. I couldn't very well tell her to F off now, could I? I wonder if I could trouble you to help me with my case. The Adventures of a Taxi Driver. Een knotsgekke komedie vol absurde situaties. You've got lovely legs and all. Really lovely. I had to shave them, of course. Bloody hell. What's the matter? You! You're a fella! Een film met in de hoofdrollen onder andere Diana Dawes en Henry McGee. I wonder if I could have him under the Trace Descriptions Act. Dit is de film waarop de fans van Mr. T lang hebben gewacht. The Toughest Man in the World. Mr. T speelt Bruce Brubaker, die probeert criminele jeugd op het rechte pad te brengen. Leave the man alone. Oh, pal, get out of here. This ain't none of your business. When punks start hassling decent people, I make it my business. Om zijn doel te bereiken, moet Mr. T weer heel wat klappen uitdelen. Brubaker wil een jeugdhuis beginnen, maar geldgebrek bedreigt de goede plannen. Read it and weep. What's the bad news?
25 G's, no matter how you slice it. Maar Mr. T weet raad. Hij gaat op jacht naar het prijzengeld dat wordt uitgeloofd voor de sterkste man ter wereld. En er moeten nog veel meer hindernissen genomen worden. Mr. T is niet te stoppen in zijn geheel eigen film The Toughest Man in the World. Meer informatie over deze en andere films leest u in de Videokijker. Haal hem in uw videotheek.